Welkom bij het maandagavonddebat op BNR. In samenwerking met het Financiële Dagblad en Nova. Welkom terug bij het debat van BNR en Nova en het Financieel Dagblad. Dat gaat allemaal over de huizenmarkt in Nederland. Het is hier hartstikke druk bij het Financieel Dagblad. Er zijn heel veel mensen op afgekomen. Mensen die een huis willen kopen, verkopen, huurders, mensen uit de branche. En we hebben hier aan tafel een boel deskundigen. Ger Hukker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Naast hem Henk Don, voormalig directeur van het CPB en redacteur van een zojuist verschenen rapport over dit onderwerp. Bas-Jan Bokhoven, Tweede Kamerlid van het CDA en Bas Millenaar, commercieel directeur van de hypotheken. Maar we gaan eerst de zaal in, naar Rens. Ja, precies. Want sinds het is gaan rommelen in de huizenmarkt, beginnen we ook allerlei initiatieven te horen. We hoorden bij de heer Hukker daar net al over van wat we zouden moeten doen. Hè. Verplichte verzekeringen tegen prijsdalingen, afschaffingen van de overdrachtsbelasting, verhoging van de hypotheekgarantie. En er zijn zelfs politici die heel voorzichtig de hypotheekrente en dan de aftrekbaarheid daarvan ter discussie stellen. Laten we heel even kijken, want was net hadden we een grote discussie van hoe groot is het probleem en moet er iets gedaan worden. Meneer Donde zei, de vraag is of de overheid iets moet doen. Wie vindt dat er ingegrepen moet worden door de overheid? Een oplossing geboden moet worden door de overheid? Dat zijn er niet zo heel veel. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, ga heel even kijken. Meneer, u zegt er moet wat gebeuren. Wat zou er moeten gebeuren volgens u? Nou, bijvoorbeeld die overdrachtsbelasting die mag van mij worden afgeschaft. En waarom? Omdat als ik nu een woning koop, dan weet ik zit er minimaal 5, waarschijnlijk een jaar of 7 aan vast voordat ik überhaupt die overdrachtsbelasting weer terug heb verdiend. Dus ik koop nu niet. Dat is de link. Je blijft lang zitten, want het kost je allemaal geld. Hier was nog een meneer. U zegt de overheid moet iets doen. Wat zegt u dan? Wat dan? Hypotheek, koopsubsidie afschaffen en de premie A en premie B woning van vroeger weer al terugbrengen. Want dan kunnen bouwers weer bouwen. Mensen krijgen weer een huis met korting. En ja, dan komt weer doorstroming, want dat heeft in de jaren 80 ook gewerkt. Zo, mijn vader is zo ook aan een huis gekomen. Jaren 80 model. Wie vindt dat iemand anders uit de markt iets moet doen? Wie vindt bijvoorbeeld dat de banken iets moeten gaan doen? Ook niet zo heel veel. Wie vindt dat er iets moet gebeuren? Oh, daar zijn we wel met. U vindt dat er iets moet gebeuren? Nou, ik denk dat manco gaat dat de markt niet goed functioneert. Dus wat je zou moeten doen, dat is de bestaande middelen uitnutten. En dat is bijvoorbeeld koop-woningruil. Daar moet veel meer accent op gelegd worden, ook via websites. Duidelijk maken wat mensen willen. Een woningruil? Ik heb een woning en ik wil hem kwijt? Of hoe werkt dat? Koop-woningruil. Dat is iemand die wil verkopen en iemand die wil kopen. En je gaat direct de koop-woningruil omschrijven op je website. En dan kijken mensen en die komen dan tot een match. Goed, hoe krijg je die woningmarkt weer een beetje in beweging? Hier, meneer, hoe krijg je de woningmarkt een beetje in beweging? Nou, dat is een lastige vraag. Ik denk dat het sentiment toch niet alleen het kopen van woningen is, maar het is natuurlijk veel breder. Hè. Het zit natuurlijk toch ook in het bedrijfsleven. Je ziet het in de hele markt, macro gezien. En ik denk dat inderdaad dat die banken op dit moment toch eens achter hun oren moeten krappen. Dat is wat aan het tarief gaan doen, want het is veel en veel te hoog. U zegt de banken moeten. Ik kom uit de sector, begrijp ik toch of niet? Dat heeft u goed, ja. Maar wat bent u precies? Ik ben tussenpersoon. U bent tussenpersoon. Ziet u het opdrogen, zeg maar, het aantal transacties? Jazeker. Als je kijkt naar de afgelopen maand, dan zie je een duidelijke teruggang in het aantal transacties. Klopt. En ligt dat aan die banken of ligt dat ook aan andere factoren? Nou, kijk, ik kom dan uit de stad Amsterdam. Ik denk dat die markt daar redelijk overspannen is geweest. En dat je nu wel weer een gezonde correctie krijgt. Maar ik geloof echt dat de bank aan zich toch ook wel eens moet gaan nadenken van hoe kunnen we de boel weer op de rit krijgen. Goed. Iemand anders nog één suggestie voordat we... Ja, oh, er is iemand die heel graag wil. U krijgt mijn microfoon niet, hoor. Ja. Een gezonde correctie. Een aantal partijen zeggen dat dit het eind van het kapitalisme is. Dit is nu het kapitalisme. En dit betekent gewoon, de wal keert het schip. En het is heel goed voor huurders dat ze straks een woning kunnen kopen. En het is ook heel goed dat mensen die een woning niet kunnen betalen, dat die gaan vertrekken. Hoera, er is een huizencrisis. Ja, goed voor de markt. Wie bent u? Niet zo van belang. Nou, vind ik wel. Een burger uit Utrecht. Nou. Ja. U weet het belang nog niet, maar wel interessant. Hoera, er is een huizencrisis. Bas-Jan van Bokhoven, u bent Tweede Kamerlid voor het CDA. U deelt die opvatting denk ik niet, hè?
Ik deel de opvatting dat het op dit ogenblik goed is dat je een correctie in de markt ziet. Want we praten wel over markt. Wat opvalt is dat de afgelopen jaren iedereen het over markt had en de overheid moest zich eigenlijk er niet mee bemoeien. Hoe minder, hoe beter. Mm-hmm. En nu er de wind even tegen is, moet de overheid onmiddellijk ingrijpen. En ik denk dat dat helemaal niet goed is. De overheid moet zich zorgvuldig voorbereiden om een bodem in de markt in stand te kunnen houden. Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouw van woningen, om eens een voorbeeld te noemen. Maar de overheid moet niet onmiddellijk bij de eerste de beste tegenwind gaan ingrijpen, want dan frustreer je de markt ook. Toch begrijp ik dat u misschien, jij wilt er niet veel over zeggen, in de Tweede Kamer met voorstellen wilt komen namens het CDA. Nou, wat? ik ga geen samenhangend pakket aan voorstellen noemen, heb ik u gezegd. Dus dat ga ik vanavond ook niet doen, maar en in deze tweede ronde ook niet. Kijk, het kabinet heeft een brief geschreven vorige week, waarin ze heeft gezegd, wij moeten reageren op de financieel-economische crisis. En daar zit een heel beperkt paragraafje over bouwen in. En eigenlijk als je dat leest, dan denk je dat er helemaal niks aan de hand is. We hoeven voorlopig helemaal niks te doen. De nieuwe minister heeft vorige week in een debat gezegd, nou, de komende 2 jaar verwacht ik eigenlijk helemaal geen problemen, ook niet in de nieuwbouw. Dat vind ik een te makkelijke reactie. En ik zal hem dus morgen bij de debat over de begroting uitdagen om daar toch iets meer aan te gaan doen en iets meer over te zeggen dan alleen er is niks aan de hand. Want uw partijgenoot Eelco Brinkman, de man van Bouwend Nederland, die heeft al zeker 2 maanden geleden de noodklok geluid en gezegd van dit houdt op in Nederland. De bouwers die krijgen een enorme klap volgend jaar en er kan misschien wel 30-40% wegvallen van onze activiteiten. Dat moet uw partij aanspreken van hem. Nou, we luisteren natuurlijk altijd naar meneer Brinkman, maar we luisteren naar iedereen met goede adviezen. Het jammere is tot nu toe dat al die adviezen zo heel verschillend zijn. Maar ik begrijp dat we nu een goed samenhangend pakket uit de sector zelf aangeboden krijgen. Nee, alle gekheid op een stokje. Je zult zien dat er een aantal bouwbedrijven gaan omvallen. Dat zul je gewoon zien. Dat past in dit hele proces. Dat is voor alle betrokkenen heel vervelend. En dat geldt ook voor makelaars, voor hypothekers? Jazeker, dat zal zeker gebeuren. Maar de markt corrigeert zich. Dat is overigens helemaal niks nieuws in die hele conjectuur. Zie je dat regelmatig terugkomen. In de 80e jaren zaten we ook in een diepe crisis. Hebben we, iemand noemde het al, de premiewoningen ingezet om dat voor een deel op te vangen. Dus er is altijd een situatie van een correctiemechanisme. En als we nu straks het voorbeeld hadden van die nationale hypotheekgarantie die je zou moeten optrekken van 2,65 naar 3,50, of misschien nog hoger, maar 3,50, laat ik daar nou eens op zitten, dan zeggen de gemeenten op dit ogenblik, dat willen we niet. En dat heeft te maken met het feit dat de gemeenten garant staan voor een deel van het verlies. Maar nog één poging. U zegt die paragraaf in die brief van het kabinet over dit onderwerp, die is veel te klein, te mager en te nietszeggend. Daar moet ik wat aan gaan doen morgen. U komt met een voorstel dat er meer gebouwd moet gaan worden in Nederland. Begrijp ik dat goed? Wij komen met een voorstel dat de regering nou eens simpel nadenkt en met de sector overlegt wel, op welk moment welke maatregelen genomen moeten worden. En dat is... Dat is precies wat u van mij krijgt. Maar... Wie klapt u nu precies? U wilt ongetwijfeld van mij. Maar u wilt op dat punt... Was ik al bang voor dat u dat dacht. U wilt op dat punt nog eventjes naar die nationale hypotheekgarantie. Dat wil ik toch nog even afmaken, want dan hebt u in ieder geval een maatregel. Heel fijn. Waar het om gaat is... Wij schrijven mee. Als je zegt dat je die naar 3,50 wil brengen en de gemeenten willen niet meewerken, dan ligt er nu een voorstel van de commissie van Rijn die zegt, gooi de gemeente daar dan tussenuit. En wat mij betreft zou dat bespreekbaar zijn onder één conditie. Voor wat hoort wat. En die gemeenten zullen daar iets voor moeten doen. Bijvoorbeeld op het gebied van de grondprijzen. En dan zit je bij een mechanisme wat ook de prijsdaling in die woningmarkt zal stimuleren. Oké, gemeente grondprijzen lager, zegt u. En dan gaan wij nadenken als coalitiepartij in het kabinet over die garantieregeling. Zo ongeveer? Die garantieregeling mag er van mij komen. Dat kan nu al wat mij betreft, die 350. Maar ik zeg, de gemeenten willen daar niet aan meewerken. Nou, dat betekent dat er een blokkade ligt. Omdat de gemeenten voor de helft garant staan voor de eventuele verliezen. Die blokkade kun je wegnemen. En dan zeg je als Rijk, ik neem de volledige garantie. Millenaar en Hukker, bent u tevreden? Kunt nee, u nu nee, fijn nee, naar huis nee, doen? Nee, je hoort het. Dat is de reden waarom je zelf de actie moet ondernemen om ergens te komen. Dat is gewoon het hele verhaal. Overal ligt alweer een politiek probleem. En noem maar op, en voor een deel moet je het aan de markt overlaten. Aan een ander deel de sector. He, dus ik hoorde net zeggen, de crisis is er ergens goed voor. Het is een zegen. Ik denk dat de ontwikkelaars weer scherper gaan letten op wat ze voor hun consument echt moeten bouwen. Ik denk dat de gemeentes die altijd de hoofdprijs voeren voor de grond, dat die terug moeten. En ik denk dat de consument daar uiteindelijk beter van is. En nu hebben we nog een half jaar, om het zomaar eens te zeggen, tegenwind. Totdat de consument denkt van, hé, hey,
Ja, die prijzen. Wacht even, dat vind ik heel interessant wat u zegt. En ja. Nu hebben we nog een half jaar tegenwind. Waar baseert u dat eigenlijk op, dat het nog een half jaar kan doen? Nou, ik denk dat het hele bankaire systeem een half jaar nodig heeft om weer... Zou het niet gewoon 3 jaar kunnen duren voordat deze crisis uitgeruist is? Nou, omdat als wij in Nederland 4 miljoen koopwoningen hebben, waarvan er 160.000 maar verhandeld worden, en we weten dat er 20.000 nieuwe woningen de komende jaren minder gebouwd gaan worden, ja, gaat die markt nog meer op slot. Maar u weet toch net zo goed als ik dat consumenten op dit moment geen auto's kopen, geen huizen kopen, dat alle grote uitgaven gestopt zijn? Nee, geen is ook niet het juiste woord. 75% heeft er vertrouwen in. Hier zitten ook een aantal mensen die gewoon toch stiekem op Funda kijken van zit er niet iets tussen. Maar die kopen niet. Kijken, maar niet kopen. Nee, daar zitten erbij die wel kopen. En dat houden we ook zo. Dus kijk, als de consument maar het idee heeft, en dat ook ziet dat die prijzen niet verder wegglijden dan wat ik net noemde, die gezonde correctie, dat is het belangrijkste signaal. En dat in combinatie met banken die gewoon tegen een lage rente... De rente staat verdorie op dit moment net iets boven de 5%. We hadden het voor het nieuws erover dat makelaars over het algemeen hoge prijzen neerzetten in de markt. We denken dat het 4,5 ton oplevert, maar laten we nou op 4,8 zetten. Dan kijken we eens even of we daarvoor verkopen en daarna zakken we naar beneden. Ja. Hier in het publiek, de heer Muller, die zegt eigenlijk moet het andersom doen. Hebben uw makelaars zelf niet ook een verantwoordelijkheid om een reële prijs in de markt te zetten? Ja, maar dat zie je ook gebeuren. Kijk, het is nog altijd privé-eigendom. Hè? Dus de consument bepaalt voor een deel, naar horende het advies. Ja. De afgelopen maanden zijn ongeveer 10% van alle mensen die een huis te koop hadden staan, die de hoofdprijs wilden, die hebben zich teruggetrokken uit de markt. Die hadden nog niks anders gekocht. Die hebben gezegd, in deze markt haal ik die hoofdprijs er niet uit. Nou, dat is een hele gezond stukje marktwerking. Maar is het niet zo dat de makelaars af en toe ook gewoon het hoofd van de huizenbezitters op hol hebben gebracht? Nou, voor een deel is dat ook weer marktwerking. Ik bedoel, je haalt een adviseur naar binnen om een optimale prijs voor je woning te realiseren. En dat is diezelfde adviseur die nu zegt, in deze markt haal je deze prijs niet. Ja, en dan heb je als koper heb je dan een makelaar die zegt, ja, het huis is waard wat je er ongeveer voor over hebt. Ja, dan heb je de verkeerde makelaar. Oh, nou, dan zou ik die van mij bellen. Ja, en ik wil nog wel iets zeggen. Gemiddelde de prijs, hè, dus wat het onderhandelingsresultaat, dat zit op dit moment zeg maar tussen de 3,5. Dat is verschil. Maar een makelaar die een verkeerd advies geeft, of een consument die nog steeds met zijn hoofd in de wolken loopt, ja, die verkoopt zijn huis niet. Die zou gewoon zijn prijs naar een reëel niveau moeten aanpassen. En dat doet hij als hij luistert naar het advies van die makelaar. En dat kan hij ook doen op de manier die we net voor het nieuws gehoord hebben. Maar dat is een wat rigoureuze aanpak. Henk Don, u bent tegenwoordig niet meer bij het CPB, maar hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja. Als u wat verder kijkt naar een andere horizon, namelijk over een jaar of 2 jaar, wat we nu zien is dat er over de hele wereld slecht nieuws is. De beurzen die zijn ingezakt. Zelfs China begint nu te piepen en te kraken en tot stilstand te komen. Waar denkt u dat dit verhaal eindigt? Of bent u niet somber? Het economische verhaal. China is nog lang niet tot stilstand gekomen. Dat zie ik voorlopig ook niet gebeuren. Ze zakken daar van dubbele groeicijfers naar enkele groeicijfers. Daar kunnen we ook nog wel wat effecten van zien trouwens. Ja, hoe lang dat gaat duren, ik durf daar geen voorspelling over te doen eerlijk gezegd. Maar dus, als u uw buurman hoort zeggen, de NVM-man van over een half jaar, dan zijn we er wel een beetje uit. Dan ik hoop we het hopen. U weet het ook niet? Nee, ik kan er niks verstandigs over zeggen. Ik hoop hopen dat het met een half jaar een goed deel achter de rug is, maar het zou best wat langer kunnen duren. 3 jaar vind ik wel erg lang. Dat lijkt me onwaarschijnlijk eerlijk gezegd. Zeker voor de Nederlandse economie, waar de uitgangspositie toch eigenlijk heel goed en stevig is. Waarom zijn wij anders bijvoorbeeld dan Ierland en Spanje, waar heel veel huizen te koop staan en zelfs hele buitenwijken leeg zijn die net gebouwd zijn? Er is veel te veel gebouwd. En prijsstijgingen van 10-15% per jaar. Wij hebben de laatste jaren nauwelijks een prijsstijging gehad. Inflatie plus niveau en dan hield het op. En dat dus, veel te veel bouwen, dat komen niet in een risico als opeens mevrouw Vogelaar toch nog achteraf gelijk krijgt en opeens lekker door begint te bouwen, zeg maar. Dat risico krijgen we nu niet. Nederland heeft een heel laag eigen woningbezit. 55% ten opzichte van onze omringende landen. En er is nog steeds een grote vraag naar koopwoningen. Mm-hmm. Het probleem is wel dat het vaak niet goed gematcht is. Maar dat probleem kennen we hier helemaal niet. Maar meneer Don, er wordt nu gepleit, eigenlijk heel sectorbreed, er moet meer gebouwd gaan worden. De schaarste is zo groot dat je dat ook met
droog kunt blijven zeggen, ook als je bijvoorbeeld Spanje in het achterhoofd hebt waar veel te veel gebouwd is. Want ja, dat punt, ja, daar zijn we nog lang niet. Nee, Nederland blijft een krappe markt, de huizenmarkt. En de analyse in die bundel waar u over sprak, is eigenlijk dat een van de redenen daarvan is dat het massief gesubsidieerd wordt. Zowel in de huursector als in de koopsector. Mm-hmm. En voor de langere termijn lijkt mij de beweging dan ook dat we die subsidies wat terug moeten trekken uit de sector, zowel in de koop als in de huur. Want, wat is het voordeel daarvan? Dat je daarmee verhuizen makkelijker maakt, ook beweging tussen huur en koop makkelijker maakt. Dat mensen veel mobieler kunnen worden. Een van de dingen die ik op lange termijn wel steun, is die overdrachtsbelasting de nek omdraaien. Ja, maar laten we even dat punt van het afschaffen van die hypotheek aftrek bijvoorbeeld. Ja, meer mobiliteit. Ja, en dat geef je terug in de vorm van belastingverlaging. Ja, Bastiaan van Bokhoven, misschien kunnen we u daar prikkelen. Tweede Kamerlid voor het CDA. Ja. Bent u ervoor? Nee. Om er eens over na te gaan denken? Aftrek van de hypotheek, dat nu wel lang genoeg heeft geduurd? Nee, daar ben ik helemaal niet voor. Ik zeg dus niet dat we dat nu moeten gaan doen. Ik zeg op langere termijn. Op langere termijn dan misschien? Is dat een plan voor het CDA? U premier lijkt er wel voor. In het rapport van het Wetenschappelijk Instituut, wat vorige week gepresenteerd is en waar ik als adviseur aan heb meegewerkt, wordt gezegd: 1, je moet de hypotheekrente niet afschaffen. Aftrek niet afschaffen. Maar tegelijkertijd zou het goed zijn om in het kader van de vlakstaks eens te kijken of je daar een wat meer eenduidende richting in kan geven op termijn. Dat staat in het advies van het Wetenschappelijk Instituut. En dat zal zeker leiden tot discussie in de partijen in de richting van het verkiezingsprogramma van 2020. Dat is al gebeurd, hè? Uw premier en de vicepremier die rolden daar even over straat de afgelopen dagen. Maar goed, iedereen is het er geloof ik over eens dat er op dit moment zeker niets veranderd moet worden in zo'n kwakkelende markt. Nee, toch? We moeten nu niet zo veranderen. Nee. Nee, we hebben het over vertrouwensmarkt. En dan gooi je er als saus nog even overheen van we gaan de hypotheekrente nog eens even aftrekken. Was u er blij mee met de timing van het CDA? Nee, dat leek me ook niet de maatregel die wij hadden voorgesteld, eerlijk gezegd. Nee. Dus het is gewoon politiek dom. Heeft dat meteen effect, Ger Hucker van de NVM? Merkt u dat meteen ook weer op de markt? Dat kopers zich dat aantrekken en daar... Ja, het is sowieso, je ziet het hier al, en dan hebben we er nog een onderwerp bij. Dus niemand vertrouwt die hele markt meer. En de banken vertrouwen ze niet, de politiek vertrouwen ze niet. Nee. Welke maatregelen ze nemen. Er komen weer verkiezingsprogramma's aan. Dus niemand weet waar die eigenlijk aan toe is. Dus het is eigenlijk nog geweldig dat nog 75% van de kopers gewoon nog steeds kopen op dit moment. Dat is ook mijn angst. Als zometeen dat weer iets herstelt, dan zal je ineens zien dat er enorme prijsontwikkelingen zijn in Nederland. Want dan bouwen we 20.000 woningen minder. Dan wordt die markt weer onbetaalbaar. Dus iedereen heeft het over de angst van prijsdaling. Ik heb het eigenlijk op langere termijn over de angst weer voor een enorme prijsstijging. Als we niet voldoende nieuwe woningen blijven toevoegen aan de markt. Ik vind u zo optimistisch. Ik sprak vorige week met Dirk Sauer, groot verdiener in Rusland. En die was even hier in Nederland op bezoek en die zei als je kijkt naar de crisis in Rusland, mensen hebben miljarden verloren op dit moment, en als je het hebt over een crisis in Nederland, dan kijken mensen je met glazen ogen aan. Glazen ogen, waar heb je het eigenlijk over? Ja. Zitten we eigenlijk, want afgelopen weekend is er enorm veel verkocht, de detailhandel is enorm optimistisch door het weekend heen gegaan. Is er nu al sprake van een crisis of recessie? Kijk, ik ben realist, de wind is zwaar tegen. Je zal je huis maar nu te koop hebben staan, al een ander huis gekocht hebben. Met niet de voorkennis van vandaag de dag, dan slapen die mensen gewoon slecht. En zul je die mensen moeten helpen om van het probleem af te komen. Iedereen die nu de markt instapt, heeft die voorkennis. Die is op zijn kievieven, die weet dat hij bij de bank goed moet onderhandelen enzovoort. Dat hij niet een Vodafone-beker-erretje moet hebben, want dan komt hij niet aan de bak. Een Vodafone-beker-erretje? Een Vodafone-beker-erretje, ja. Keurig je rekeningen betalen, daar komt het op neer. Klaar. Ja. Maar is dat trouwens al voldoende om geen hypotheek te krijgen? Ja, dat Bas Middelaar kan er alles over zeggen. Dat is op dit moment, een jaar geleden. Wat is uw ervaring? Nou ja, dat is een probleem. Mensen die dus een vuiltje uit het verleden hebben, die worden op dit moment niet bediend door de banken voor een hypotheek. Maar dit is ook zo klein. Directeur van de hypotheker bent u merkt dat meteen. Ja, nee, absoluut. En die onrust, ik wou eigenlijk nog een keer zeggen van ja, we zijn met z'n allen wel heel zwaar bezig om alle negatieve aspecten uit te vergroten. Ik vind niet dat we ze groot moeten maken. Er worden nog altijd 4 van de 5 woningen op dit moment verkocht. Als ik hier naartoe moet rijden, sta ik in de file. U zei het al, Sint-Nicolaas heeft een heleboel aankopen. Dus de grote aankopen worden uitgesteld omdat er onrust in de markt is. Maar waar ligt de oorzaak? De oorzaak ligt bij de banken. De banken hebben verkeerde investeringen gedaan en dat moet eruit. Daar hebben we allemaal last van. Daarom lenen ze op dit moment niet, maar dat gaat er hopelijk een keer uit. En dat heeft misschien nog wel een louterende werking. We zijn 50 minuten onderweg in dit debat en u komt
U beiden komt steeds, NVM en de hypotheken, komt steeds terug bij de banken. Daar zegt u ligt het grootste probleem. Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar goed, de banken die hebben de laatste jaren elk kwartaal gedaan een winstoptimalisatie. Die hebben al die winsten eruit geperst. Die hebben niet meer een nutfunctie vervuld, dat vind ik. En die hebben verkeerde beleggingen gedaan om maar aan die hoge rendementseisen te komen. Nou, dat moet eruit. Dat is een louterend effect nu van deze crisis. Nou, als dat eruit is, ja, die mensen willen nog steeds een huis kopen. Dus laten we elkaar nou alsjeblieft niet van een recessie en een depressie praten. Dus we moeten elkaar A niet gek maken. Hukker zegt eigenlijk, over een paar jaar praten we alleen maar over huizenstijgingen en niet over dalingen. De overheid zou op de korte termijn, zegt Don, vooral niet moeten doen. Want we weten nog niet precies waar we aan toe zijn. Kortom, er is eigenlijk geen probleem. Als je zo, ik denk wel dat er een probleem is, maar toch wel, ja, zeker wel. Want uit de discussie blijkt voortdurend, en dan moet die tweedeling moet je denk ik ook in dit debat maken, dat er in de bestaande woningmarkt nog wel degelijk beweging zit. En dat er in de nieuwbouwmarkt een grotere stagnatie optreedt. Ja. En daar zul je dus wel antwoord op moeten vinden. Want ik weet niet of we elk jaar 80.000 woningen moeten blijven bouwen. Hè, wat een beetje de lijn is van het kabinet. Want ik vraag mij ook eerlijk gezegd af of die markt ook feitelijk wel zo omvangrijk is. Maar dat er substantieel nog toegevoegd moet worden in de komende jaren. Op de structuurvisie voor de Randstad zegt men in de komende jaren nog 500.000 woningen in de Randstad erbij. Ja. Tegelijkertijd op andere plekken in het land worden we al geconfronteerd met krimp. Dus dat vraagt echt wel een zorgvuldige benadering. En het kabinet moet wel degelijk op dat punt de vinger aan de pols houden dat die markt wel doorgaat. Dus zegt u, als de overheid al iets gaat doen, dan zou je op de lange termijn vooral op die nieuwbouw moeten gaan zitten. Nu is er net de minister die hierover gaat afgetreden. Nou, jullie hebben de opvolging redelijk snel geregeld, dus dat is prettig. Maar wat zouden dan de volgende stappen moeten zijn om die, laten we zeggen, nieuwbouwmarkt op gang te houden? De minister, om te beginnen moet je ervoor zorgen dat de lucht wat uit de markt gaat. Die gaat er nu ook uit. Ik denk dat dat louterend werkt op het totaal. Maar vervolgens is het zo dat de minister voor wonen en wijken en integratie, en ik heb het over de nieuwe minister, in het debat vorige week heeft gezegd, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Wij gaan eens even de komende jaren uitzingen, want de bouwvolumes die zijn nog helemaal gegarandeerd voor 2009 en eigenlijk voor 2010 ook. En het debat wat wij van de week gaan voeren is, maak dat hard. Of kom met concrete voorstellen. Mag ik nog even, want we hadden het steeds over de banken. Bas-Jan van Bokhoven van het CDA. Nu wil het toeval dat een van de misschien wel straks weer grootste banken, die is van u, namelijk van de staat, ABN AMRO. U kunt gewoon zeggen tegen die banken via, in dit geval Gerrit Salm, zegt die rentes, dat zit veel te hoog. Die voorwaarden die jullie stellen aan nieuwe kopers zijn veel te streng. Nou, ik weet, dat onderscheid moet je nog wel even maken, want er werd net wat bagatelliserend over de BKR gedaan. Ik denk dat het goed is dat de banken op dat soort punten wel alert zijn. Schuldhulpverleningsprocessen heb ik in het verleden ook wel eens meegemaakt van mensen die hun woning moesten verkopen vanwege allerlei oorzaken. Voordat we om de vraag heen gaan, ABN AMRO, Fortis, andere banken, daar wordt geld aan geleend. Ik wou niet om de vraag heen gaan. Maar u kunt heel veel invloed uitoefenen nu bij de banken. Het kabinet kan op dat punt veel invloed uitoefenen en die vragen zijn, dat zijn we terug bij het begin van dit debat, inmiddels aan het kabinet gevraagd om dat ook te doen. En wat is dan precies de invloed die u zou wensen? Ik denk dat het daar waar het kabinet die mogelijkheden heeft, zij met de banken afspraken moet maken over de opslag die de banken op dit ogenblik op de rentes hanteren, maar, om zichzelf veilig te stellen. Maar ben ik nou gek of niet? ABN AMRO is toch volledig genationaliseerd? Je kunt toch gewoon zeggen van, wij willen dat niet meer als staat. Het is van ons. Nou, ik weet niet. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik twijfel aan de vraag of de staat op dat punt op die manier die de staat benoemt commissarissen. De staat benoemt de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ik twijfel of de staat op dat punt die invloed zou moeten uitoefenen. Want ik denk dat we vanuit moeten gaan dat die banken ook zo snel mogelijk weer in een regulier proces moeten. Dus zeker, de vraag is, moet de staat, is het een staatsbank? Ja, maar moet de staat op dat punt die invloed uitoefenen op die bank, dan denk ik dat dat niet zo is. Don zegt, dat moeten ze ook niet willen. Terwijl hier allemaal aan tafel zeggen, het probleem ligt bij de banken. Nee, ik zeg, de overheid moet niet in de rol willen treden dat ze die bank, de AMRO-bank of welke bank dan ook, gaan dicteren hoe zij hun zaken moeten doen. Maar we constateren dat er A, een probleem is, dat B, vaak de oorzaak van het probleem de bank is. Dan heb je die banken bij de ballen en dan doe je niks. De bank is van ons. Ja. Moeten we het nou even heel precies geformuleerd. Nou, de ABN is van de Nederlandse staat, van ons, de belastingbetaler. Staat is de grote aandeelhouder van die bank. Wat niet betekent dat het bestuur alles maar moet doen wat de grote aandeelhouder politiek op enig moment wenselijk acht. Okay, dus u zou er tegen zijn? Ik denk dat het goed is, ik denk dat het ook in het belang van de grote aandeelhouder is dat er gewoon een commercieel verstandig beleid gevoerd wordt door die bank. En ik denk maar het commercieel verstandig beleid nu is om
een aantal procenten bovenop zeg maar, de geldende rente te zetten als risicopremie. En zo eigenlijk die hele huizenmarkt te blokkeren. Daar moet je die NAG-normen, die nationale hypotheekgarantienormen, moet je gewoon verhogen. Dat kan je in per 1 januari kan je doen. Dat kost geen geld, want de consument betaalt dat. En het is gewoon een prachtige paracetamol om in ieder geval de pijn wat te verzachten. Het geeft wel aan hoe krankzinnig de situatie aan het worden is. Hè? Ja. Want u wilt dat de banken iets doen, maar de banken zijn voor een groot deel, de grote banken zijn genationaliseerd. Ja, en dat zal ook binnen een maand niet veranderen. Dus vandaar dat simpele methode van die NAG-grenzen ophogen. Kun je morgen makkelijk op zeggen dat de politiek maar meteen bepaalt, en in dit geval de Kamer, van de bank moet dit en de bank zal dat. De politiek moet volgens mij niet op de stoel van die bank gaan zitten en niet de verantwoording overnemen. Maar de politiek kan wel, en dat kan de minister van Financiën wel degelijk doen. En zij contacten met de banken. De Kamer doet dat ook met de contacten met de banken. Zeggen jongens, op dit punt moet er beweging komen. En mogen we dat verwachten, dat Wouter Bos van Financiën heel binnenkort, misschien wel deze week of een week daarna, een aanwijzing gaat geven aan de banken? Die hypotheekmarkt die moet vlot getrokken worden, er moet nu iets gebeuren. U hebt het over aanwijzingen. Ik heb het woord aanwijzingen juist verder van mij willen houden. Ik heb gezegd, hij moet met ze in gesprek. De Kamer heeft daar al om gevraagd. Dus we zullen binnenkort wel in een antwoord van hem te horen krijgen wat hij denkt dat zijn positie daar is. Er ontvankelijk voor afspraken gemaakt tussen de banken daar. Ik mag aannemen dat dat een van de problemen is. Dat lijkt me ook, ja. Laat in ieder geval de politiek duidelijk worden. Dat is goed voor iedereen. Dat geeft rust op de markt. Ja, precies. En dan vind ik dat het kabinet op dat punt het beleid moet uitstippelen. En dat wij niet als individuele Kamerleden alle ideeën rijp en groen moeten roepen. Want dat leidt nou precies tot de verwarring die er bestaat. Ja. Kabinet, kom met een helder plan. Maar mag ik als nog één vraag mag stellen daarover? Want we zitten bijna op de tijd heen. Bas-Jan van Bokhoven van het CDA. Als de markt vastzit, en dat komt voor een deel door de banken, en voor een deel zijn die banken in handen van de overheid, dan lijkt het mij toch heel makkelijk om een aanwijzing te geven voor de overheid om daar iets aan te doen. Ik vind niet dat de overheid op dat punt aan de banken een aanwijzing moet geven. De overheid moet met de banken in gesprek om dat probleem op te lossen. Dat is ongeveer hetzelfde, toch? Nee, dat is een wezenlijk verschil. Okay. Dank voor jullie komst. We zijn door de tijd heen. Ger Hukker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Henk Don, voormalig directeur van het CVB. Bas-Jan van Bolhoven, Tweede Kamerlid voor het CDA. En Bas Middelaar, commercieel directeur van de Hypotheker. Michiel Muller, bedenker van de site Bieden en Wonen, zat op de eerste rij ook om commentaar te leveren. Dank voor het luisteren naar het maandagavonddebat. Volgende maand zijn wij er weer. U kunt al onze uitzendingen nabeluisteren op internet van Nova, het FD en BNR. Tot volgende maand. Dag. Dank u wel. En bedankt het publiek. Dit was het maandagavonddebat op BNR. In samenwerking met het Financiële Dagblad en Nova. Het maandagavonddebat is mede mogelijk gemaakt door Berenschot.